Yo mensen! En welkom terug bij een nieuwe aflevering van Assassin's Creed Black Flag. We waren bij en mijn suiker. En dat is sowieso alweer het tweede stuk. Nou, laten we de missie maar gaan starten. Oh Jesus. I'm sorry mate, this is my doing. I'm only trying to keep these Spanish eyes off me. Oh, it's no bother. Yeah. Regrettably, the soldiers confiscated my sugar. We zijn de vorige aflevering ontsnapt aan een paar mensen, vandaar het bloed op mijn gezicht. I suspect those chaps might, but my Spanish is a female dad, so I'd rather not ask. Shit. Dus ja. Alright, come on, let's follow them and recover my maps. And my sugar? What, in my drawers? We'll see what happens. Nee. Oké, let's go. Oké, we moeten hun twee gaan volgen, zo te zien. Moet ik ze even gewoon even zo houden? Kijk, dan kan ik ze nou door gebouwen heen zien. Het is heel chill. Oh, oh. Nee, daar ben ik niet. Ik besta niet. Oh, nee. Oh my god! Het is zo slecht dit! Dit is zo slecht! Ik ben nog nooit... Nee, ik ben wel een keer ontdekt, maar... Dat was echt bij hele moeilijke missies. En dat was in de Assassin's Creed 3, what the fuck? Ik ben... Oké, what the hell? Okay, ik ben het gewoon ontdekt, bij zo'n simpele missie. Oké, wacht. Als ik nou snel ben, dan kan ik daar alvast inrennen nu. En dan hopen dat het dan... Oh my god, ze zien me, weet ik. Oh nee, wacht, ik mag ze niet uit beeld hebben, dat was het. Ja, het zal me wel heel stoer ben je hoor, Stedenbonnet. Waar is hij eigenlijk? Oh, daar zo staat hij. Het blauwe dingetje binnen. Kijk, gewoon om de old stijl. Ik vind het wel slim. Het is heel makkelijker. Oh my god. Ik moet nou gewoon... Ik ben iemand aan het volgen en ondertussen moest ik iemand vermoorden. Heel nuttig dit. Oh my god, ga niet naar binnen. Daar zo zijn ze. Oké, het is nu nummer 1. Oké. Pols. Hier beneden staat. Oh shit, die dude ziet mij daar wel. Maar ik heb niks om te knallen of zo. Ik heb nog helemaal niks. Oh my god, er was hier gewoon een fragment. En oh mijn god, er zit iemand achter me aan, maar ik heb geen idee wie het is. Ja, ik moet me vermoorden, anders zien ze mij de hele tijd. Oh my god, dit gaat echt niet ver. Uh-oh, oh my god, ik moet rennen, anders... Jammer joh, tot de volgende keer. Oh my fucking god. Waar zijn ze? Waar de fuck zijn ze? Hoezo doe ik? Hoezo? Oh my god. Uh-oh, niet goed. Oh my fucking god. Please. Oh yes. Ja, het zal wel dikke bullshit in jullie hoofd. Even aan de kant iedereen. Ik moet ze bijhouden. En, oh my. Hoe doe ik dit toch? Ik creëer oorlog als ik iemand moet volgen. En ik sta gewoon op een dak. Oh my god. Dit helpt niet. Oh my god. Oké, let's. Oh wacht, die moet je ingedrukt houden. Rennen. Oh nee, wacht. Nu kun je alleen gebruiken als je stilstaat.
Oh ja, nee, heel fijn. Heel fijn dit. Ja hoor. Oh my. Ja, we kunnen wel weer opnieuw. Holy shit. Dit is zo slecht dit. Oh, dit is echt heel slecht. Ik heb nou gewoon al echt, ik heb al 5 minuten verneukt. Gewoon die mensen. Het is zo slecht dit. Dit faalt echt. Oh nice, ik heb een checkpoint. Oh, super chill. Maar okay, ik hou ze nu even zo in het zicht. Dat is allemaal wat makkelijker. Bovendien moet ik nu niet meer achterna zitten, dus dat is wel heel chillig. Oké, dat zijn enemies. Kan ik daar gewoon langs? Vonden dat ze mij... Oké, nice. Oké. Waarom? Nee, ik weet uit mijn ervaringen gaat dit niet goed als je iemand wil volgen. Vooral van daarnet. Los. Oké, nice. Oké. Let's follow them. We zijn al verder dan eerst. Dat scheelt. Maar vooral die checkpoints. Fuck chill dat we een checkpoint hadden. Zonder de checkpoint werkt het natuurlijk allemaal niet. Oh nee. Oh my god, ik sta er net buiten. Oh my god. Oh nee, ja, die meen je niet. Nee, niet nu. Nee, 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 nee. Ga weg. Oh my. Dit meen je niet. Gelukkig hebben we wel een checkpoint dat ik ze moet afluisteren. Maar dan nog. Echt, holy shit. Dit zou gewoon easy peasy moeten zijn. Oh nee, ze gaan lopen. Dat is zo vervelend. Dus je moet afluisteren en ze lopen. Nee, dat helpt niet. Hier zo? Waar de fuck ben ik mee bezig? Oh, sorry. Sorry, was niet mijn bedoeling. Wauw, ik ben een keer... Oh, sorry, oké, het spijt. Oh my god. Dat helpt niet echt. Beetje bij de mensen in de buurt blijven. Zodat ik niet opval. Oké. Oh, I'm sorry for you dat je moet worden opgehangen, maar ik ga even niks tegen doen. Denk ik. Oh, nee hoor. Nee, ik val echt niet op of zo. Nee. Nee. Nee, nee, nee. Ik zie er ook echt niet heel anders uit of zo. Oké, dag. Oh my god. Nu moet ik hem weer achtervolgen. Het is echt hopeloos dit. Achter deze boom. Oh, hij ziet me niet, want ik sta achter een boom. Het valt ook echt niet op dat hier gewoon iemand staat te gluren of zo. Oh my god. Oh, ik moet sleutels stelen van de kapitein. Oké, dat moet lukken. Even iemand voor me pakken, anders ga ik niet dood. Oh, oh. Ja jongen, dat was in je ballen. Ja, dat is er weer een. Oké,
Bang. Nice. Dat was de laatste. Hè? Nu gaan we hem even... Nee, niet jou. We gaan nu even beroven, want dan hebben we een sleutel. Sluit naar de fort. Oh, oh my god. Yo! Nee. Oh my god. Oh my god. Nee. Blijf staan. Kom hier. Hij is hier, hoort me niet. Shit. Oh, dit gaat niet opvallen, dit. Not. Oké, laat maar. We gaan wel weer vechten. Sluit naar de fortopslag. Doe mijn best. Dat is 1. Dat is nog 1. Dat is nog 1. Dat is nog 1. En dat is hun. En dat is hun. Holy shit, het lijkt alsof hier maar ventjes blijven komen ofzo. Yo, dude, kom. Kom met me, bro. En jij nog. Oh, 3 criticals achter elkaar. Uit. En de laatste. Oh, die was een beetje scheef, maar dat maakt niet uit. Oké, nu naar de fortopslag. Oh shit. Oh, ik erger me heel erg aan dat ik nog geen pistool heb of zo. Oh my god. Niet goed. Vlug naar binnen. Oh my god. Ik heb het gehaald. Nice. Super chill. Voor mij. Ah ja, nu moet ik het fort uit, hè. Zwaar ook. Oké. Sukkels! Whee! De bonnet. Let's you do that. Dan gaan we hier even de kant op. Genoeg plankjes om je aan vast te houden. Oké. We gaan voor de toeristische route, denk ik, normaal. Oh, nee. Nee, ik dacht eigenlijk over de paaltjes. Maar en over de boten. Maar, for sure. Nou ja, op zich. Maakt niet uit. Oh my god. Beetje freerunnen kun je toch wel fjorren. Kom op, jongen. Kom op. Oké, dat was een beetje raar. Woe. Wauw, ik sprong. Oh ja, ik kwam echt van daar aan, hoor. Ja, dat klopt. Ja, ik kwam daar echt van daar aan. Helemaal. Oh, it's no great loss. I've got plenty of cargo here to make a profit on my trip. Fucking interessant. For a few weeks, yes. Then back to Barbados, to the tedium of domesticity. Don't settle for tedium. Sail for Nassau. Live life as you see fit. Haven't I heard that Nassau is crawling with pirates? Seems a very tawdry place. Not tawdry, liberated. Oh, God. That would be an adventure. But no, I'm a husband and a father. I have responsibilities. Life can't be all pleasure. Hij, een vader en een vrouw. Die vrouw die moet wel gek in zijn hoofd zijn dan. Die moet wel heel gek zijn. Die is geestelijk gestoord of zo. Kijk naar zijn hoofd. Secret name for your secret meeting with the governor. Oh ja. Governor, right? Ja. Maar dat wist hij niet. Dus dat is wel chill. Nou mensen, dan ga ik hier nu ook de aflevering beëindigen over meidgevechten. Ik ga hierbij ook de aflevering beëindigen. Ik zou zeggen, doe even een like om een duimpje, blauw duimpje omhoog. En abonneer even op mijn kanaal. En dan zeg ik, doei!